Meneer Katterink, wat mag klassiek muziek minnend publiek in Almelo op 12 november niet missen? Op 12 november gaat concertkoor Susum Corda Almelo het Wijnals Oratorium zingen. En ja, ik zou zeggen, die muziek moet je beleven. Je moet er dus echt bij zijn om echt ervan te kunnen genieten. Dus zaterdag 12 november in de Grote Kerk, hier in deze fantastische mooie kerk, het Wijnals Oratorium. Drie delen uit het Wijnals Oratorium van Johann Sebastian Bach. Hoe komt het dat Wijnals Oratorium van Bach niet van de agenda te branden is? Omdat het van Bach is. Net als met de Matthäus Passion, hetzelfde verhaal. Bach is wat dat betreft gewoon de allerbeste. En welk orkest komt er spelen? Het Nederlands Begeleidersorkest komt naar Almelo. Het is een fantastisch mooi en goed orkest. En we hebben erbij nog vier solisten. Ze noemen zich als een setje solisten hebben we dan uitgenodigd. De Clarus Ensemble noemen ze zichzelf. En vervolgens mag ik het dirigeren. Jij mag het dirigeren, hè? Zeg maar, is het niet wat vroeg voor een Weihnachtsoratorium? Het is nog geen kerst. Nee, nog lang niet. Maar we hebben gedacht van we doen het dit jaar gewoon vroeger. Omdat we ook drie concerten hebben moeten annuleren. En iedereen weet ook waardoor het kwam. En daarom hebben we gedacht, van als we nu het Wijnals Oratorium iets vroeger plannen, hebben we misschien meer kans dat het zeker doorgaat. En het gaat zeker door. Het gaat zeker door, ja. Zeg maar, is er nog iets in de kerstsfeer gebleven voor Bachminnend Almelo? Ja, zeker. Wij gaan namelijk op maandagavond 19 december gaan we in de Noachkerk de Mezing koralen organiseren. Maar dan niet de Matthäus Passion, maar natuurlijk het Wijnals Oratorium. In de Noachkerk en dat is in de Schelvorst? Ja, de Schelvorst, ja. Nou is het zo dat het Wijnals Oratorium van Bach, maar ook al zijn werk, toch ook diepere lagen heeft. Hè? Is daar wat meer over te weten te komen? Ja, zeker, want wij gaan, concertkoor Susum Corda biedt alle luisteraars ook een lezing aan. En die lezing wordt gehouden door Ben Koelman. En dan zal iedereen aanraden om er naartoe te gaan, om de diepere lagen er beter te leren kennen. Want wat ik al zei, klassieke muziek moet je beleven en het is natuurlijk intenser als je het ook nog beter begrijpt. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Dat is ook op die 12 november, maar dan in de schouw eerst. Dus dan gaan we eerst met z'n allen naar de schouw en vervolgens gaan we hier naar de kerk.